Binge drinking of coma zuipen. Zoveel drinken dat je in een coma geraakt of bewusteloos neervalt. Het wordt meer en meer een probleem bij jongeren. Ook indrinken wordt een trend. Daarbij wordt voor het uitgaan sterke drank gekocht en in snel tempo uitgedronken op de zogenaamde pre-parties. Jongeren gaan dan al aangeschoten naar feestjes. Op vijven zijn vaak mensen van het Rode Kruis aanwezig die jongeren met medische problemen op de vijf helpen. Ook diegenen die iets te diep in het glas gekeken hebben. De vijven dat wij meemaken, zien we meestal dat het de hele jongen zijn die experimenteren met drank en dat we die meestal op de post binnenkrijgen. Ouderen, laten we zeggen 17, 18-jarigen, zien we minder terug op de hulppost. Die weten precies al hun grenzen zijn. Onzekerheid, stoerdoen en geen kennis van alcohol zijn enkele belangrijke redenen om mee te doen aan binge drinking. Sommige jongeren gaan daar zo in op dat het gevaarlijk wordt. We hebben ook mensen die we serieus moeten in de gaten houden. Dat we zien dat ademhaling gaat dalen, dat ook hartslag eventueel gaat dalen. En dat we dat zeker moeten gaan opvolgen. Zodanig moest het naar coma gaan dat we die zeker medische hulp, artsen ter plaatse roepen. Of hier dichtbij naar het ziekenhuis afvoeden. Alcohol afwisselen met water of frisdrank is een must. Je wilt toch niet dat je avond met een sisser afloopt en je boven een emmer zit te wachten tot je ouders je komen halen.